We staan hier in het gebouw van Zorg en Zekerheid aan de Haagse Schouwweg. Langzaam komen de gasten binnen, want vandaag wordt het 5e sportcongres alweer gegeven. Georganiseerd door Sportstad Leiden. Nou, mensen kunnen hier vandaag van alles meekrijgen wat ze willen weten voor een vereniging. Sportwethouder Paul Dirks is er, die gaat de sportmonitor uitpluizen. Mensen kunnen workshops volgen. Er wordt nog een Olympiër geïnterviewd. Nou ja, eigenlijk alles wat je wil weten als sportbestuurder van Leiden. Hartelijk welkom bij het 5e Leidse Sportcongres. Hier al opkant leven tot wethouder. Die evaluatie doen we over een paar jaar wel. In ieder geval fijn dat ik hier mag staan. Voelt ook een beetje als thuiskomen in de sport. Toch van oudsher mijn avond, zeker in Leiden. Het eerste sportcongres als wethouder. Ja, inderdaad, als wethouder eerste sportcongres. Aantal jaar geleden hier wel gestaan om een workshop te geven. En ook was hier als deelnemer geweest. En dan meteen even een mooi overzicht mogen geven hoe het nou gaat met zijn sport in Leiden. Zeker. Het is ooit begonnen met de sportnota van 2012. 3 van de 4 Leidenaars in beweging. Dat is de norm die we nastreven. Goede en betaalbare sportvoorzieningen. Tweede ambitie. En de derde ambitie gaat over verenigingen. Dus sterke, vitale verenigingen in de stad. Wat kunnen we het komende jaar verwachten? Ja, 2017 wordt een belangrijk jaar. We gaan een aantal besluiten nemen rondom het combibad, rondom de topsporthal en de ijshal. We gaan aan de slag met de resultaten uit Voetbal Vitaal, wat tot doel heeft om het voetbal in Leiden weer op de kaart te zetten. En we gaan aan de slag met ook het kijken of we een aantal verenigingen kunnen verzelfstandigen als het gaat om het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Dat gaat om tennisverenigingen. En u had ook nog een oproep aan alle inwoners en sportverenigingen van Leiden zelf. Ja, zeker. Mijn oproep aan de sport is eigenlijk om, zie de gemeente als partner hierin. Laten we met elkaar de schouders onderzetten om de sport in de stad belangrijk te houden en nog belangrijker te maken. Dan gaat het over verbindingen zoeken met de wijk, met scholen in de buurt. Het gaat ook over samen optrekken, verbindingen zoeken die je misschien niet in eerste instantie zou verwachten. Maar het gaat ook over betalingsgedrag bijvoorbeeld. Hè? Dus laten we ook zorgen met elkaar dat we onze verplichtingen goed nakomen. Dus met elkaar optrekken en elkaar ook scherp houden om te zorgen dat de sporter in Leiden er beter van wordt. Ja, ik ben Kitty van Schie. Ik ben in Leiden consulent aangepast sporten. En dat betekent dat ik onder andere mensen met een beperking samen met mijn collega van de landen help bij het zoeken van een geschikte sport- of beweegactiviteit. En daarnaast verenigingen ondersteunen die vragen hebben op het gebied van aangepast sporten of dan wel geïntegreerde sporten. En vanavond willen wij het eerste keurmerk voor de toegankelijke sportvereniging gaan uitleggen. Het eerste keurmerk gaat naar de voetbalvereniging UVS. Is er iemand van aanwezig? Jos? Jos, je hebt zojuist een keurmerk mogen ontvangen voor UVS. Ja, ik ben daar heel erg trots op. Heel erg trots op de waardering die we krijgen, eigenlijk die we doen met de vereniging. En wat ook gezien wordt. En ja, alleen maar blij dat ik zoiets krijg. Heel verrast daarover, dat sowieso. Kitty, je hebt hem mogen uitreiken. Kan je iets meer over vertellen over dit keurmerk? Ja, zeker. Wij hebben het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Commissie Onbeperkt Sporten. Daarin zitten voornamelijk ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking en ook sportconsulent, om verenigingen als het ware te beoordelen aan de hand van opgestelde criteria, om te kijken in hoeverre zij dus toegankelijk zijn. We kijken niet alleen naar de fysieke of de werkelijke toegankelijkheid van hoeveel drempel zijn. Er is er bijvoorbeeld een rolstoel, toilet of een andere aangepaste voorziening, maar ook juist naar het warme welkom op de vereniging. Is er deskundigheid om mensen die een beperking hebben of speciale aandacht nodig hebben om die bijvoorbeeld op te vangen, om die goed te begeleiden binnen een vereniging? En zodoende zijn we met het keurmerk nu als eerste bij UVS uitgekomen. Ja. En nu op het sportcongres is de allereerste uitgereikt. De bedoeling is dat jullie de komende maanden nog meer keurmerken gaan uitreiken. Ja, dat klopt inderdaad. Een van de doelstellingen van het keurmerk is dat verenigingen worden getriggerd om eens na te gaan denken over hun eigen toegankelijkheid. En als ze dan het idee hebben van nou, wij zijn een toegankelijke sportvereniging, kunnen zij zich ook aanmelden bij ons.
En dan gaan wij vanuit de commissie gaan we op bezoek bij de vereniging om dus te beoordelen in hoeverre die vereniging dus ook echt daadwerkelijk toegankelijk is. Ja. Jos, waarom hebben jullie hem gekregen? Nou, ik vind wel dat we hebben namelijk al 25 jaar G-afdeling bij onze vereniging, die eigenlijk helemaal geïntegreerd is in de vereniging, waar we eigenlijk niet anders weten dat we een G-afdeling hebben. En dat draait volledig mee in de hele club en iedereen waardeert het. En we hebben een aantal jaren geleden zijn we gestart met wat maatschappelijke projecten in samenwerking met de binnenvesten, maar ook met sociale zaken van de gemeente. Met het UWV zijn we gestart met waar jongeren om op ons complex te laten plaatsvinden. Op weg naar de arbeidsmarkt. En dan sociale vaardigheden aanleren. Eigenlijk zijn we als vereniging daar heel erg goed mee bezig geweest. En ja, dit is een blijk van waardering voor hetgeen wij, ik niet alleen hoor, maar de vereniging en zeker het G-voetbal, wat al 25 jaar draait, met hele enthousiaste vrijwilligers die dat buitenspoor goed doen. Ja, maar hoeveel verenigingen, ik vraag eigenlijk aan jullie, zijn in de luxe positie om te kunnen bepalen en eisen te kunnen stellen welke sponsors ze wel zijn? Is die zo het is geen eisen stellen. Het is geen eisen stellen. Nou ja, nee, maar in ieder geval kader stellen. Het is huiswerk. Is er binnen de sportvereniging gewoon niet blij met elke sponsor die ze binnenhalen? Ja, tuurlijk. Als je daar creatief bent en je wil wat, dan zou je eens naar deze rekening kunnen kijken en eens kunnen gaan praten met degene die dit Dokos gaat alle fondsen en subsidies van Leiden binnenhalen. Ja, wel de bedoeling. Ik ben bij de fondsen en subsidies geweest, gepresenteerd door Teun Bruna. Er schijnt een enorme mogelijkheid te zijn om subsidies aan te vragen en fondsen. En wat wij als club eigenlijk gewoon helemaal niet weten, die weg kennen we niet. En die man heeft een licht geopend, dus een deur geopend, zeg maar. En wat is nou de tip? De eerste tip was al dat we €4,45 per jeugdlid krijgen. En daar hebben wij er al 500 van, dus dat is al heel snel verdiend. Die aanvraag gaan we als eerste invoeren en er zijn er nog wat mogelijkheden. Die gaan we onderzoeken en indienen. Het geld is er. En want hoe kom je dan bij die potjes terecht? Hoe vind je ze? Via sportstad.nl. Er schijnt een heel programma op te komen naar aanleiding van vanavond. En dan is het daarna gewoon een begroting indienen. Een schrijver erbij wat je wil doen. En dan gewoon bij de gemeente insturen. En dan gaan zij beoordelen of je het wel of niet krijgt. Nou, we hadden het over inderdaad het tekort aan vrijwilligers en het fenomeen dat mensen geneigd zijn om taken te willen afkopen. Dat ook al in sommige clubs wordt aangeboden dat mensen taken kunnen afkopen. Okay. Maar volgens ons gaat dat een beetje in tegen de gedachte van de vereniging, samen de club draagt. Want ze genieten van die hardlooptrainingen. En je hebt nu straks daar toch 70 kinderen aan de start die 3 kilometer hard gaan lopen. En we doen er wel een groepje niet mee, maar je hebt er toch 70. En dat is toch heel wat. En, maar uiteindelijk zullen daarvan niet, er zal maar een heel klein deel echt lid worden, om daarmee door te gaan. Omdat die drempel toch weer groot is. Wat zijn jullie ideeën? Want als je het vraagt, ik kan het je garanderen, ze zullen altijd ideeën hebben. Wat kunnen we hier doen? We hebben zelf een gehandicapte jongen met inhoud. Dus we hebben Zuid-Amerika, Nederland, we hebben Denemarken, eigenlijk Afrika, alles. Ja, goedendag iedereen, mijn naam is Martijn Otten van de Partij van de Arbeid. Ik wil het eigenlijk vooral hebben over het belang van sport voor Leiden, sport voor de stad. Maar ik denk dat we dan moeten beginnen bij de basis van alles, namelijk goede voorzieningen voor sport. We hebben hier allemaal verjaardagsfeestjes, 40 jaar IJssel, bijna 50 jaar sporthal. Ik denk dat dat wel iets zegt over de stand van de sport in Leiden. Ja, ik ben Aad van Luid, D66. Maar als het om sport gaat, ben ik niet voor D66, dan zijn we voor de stad. Wat jammer is dat er 35,2 miljoen op de plank ligt. Al 4 jaar. Dat volgens mij te lang, te weinig keuzes zijn gemaakt in de Leidse sportwereld. En sport is iets wat heel belangrijk is, ook voor kinderen, maar ook voor ouderen en voor volwassenen.
En wij zeggen eigenlijk sport voor iedereen. Sport is dat. Zoals mijn collega's eigenlijk al zeiden, dat eigenlijk nog heel veel dingen besloten moesten worden. En eigenlijk al jaren liepen, gewoon nou ja, bijna tientallen jaren op sommige stukken. En nou ja, dat is eigenlijk vrij bizar. Jij was net bij de workshop Politiek en Sport. Positief verrast? Nee, eigenlijk niet. Want ik ken ze natuurlijk allemaal en ik spreek natuurlijk regelmatig met ze. Wat ik jammer vind is dat ja, toch de VVD en de SP ja, niet echt uitlaten wat die knopen doorhakken. Hè. Ze hebben natuurlijk over knopen doorhakken, dat begrijp ik. Maar als ik dan vraag, maar wat ga je dan doorhakken? Dan zwijgen ze eigenlijk in alle talen. En dat vind ik dan wel weer heel erg jammer, ja. En dan ging het voornamelijk over bijvoorbeeld een topsporthal, de ijshal, het combibad. Ja, maar dan natuurlijk, en dat is zo, hè, er is natuurlijk ooit een hoeveel jaar geleden is er 32 miljoen opzij gezet. Ja, er is inflatie, de bouwkosten zijn omhoog gegaan. Dus je kan het niet meer met dat geld doen. Dus er zal geld bij moeten. Wat ik dan wel heel erg jammer vind, is dat dan weer wordt gezegd, misschien moeten we wel keuzes maken. En dat er dan niet wordt gezegd, oké, het is duurder en we zetten het voor 40 jaar neer. Laten we dan alsjeblieft wat extra geld daarin stoppen. Zoals we ook voor de Laakhal en ook voor andere grote complexen in Leiden doen, dat we ook nou eens een keer kiezen om extra geld in de sport te doen. Want we hebben eigenlijk 40, 50 jaar lang eigenlijk te weinig aan sport uitgegeven. Dus we moeten gewoon een inhaalslag maken. En je kijkt vanuit jouw functie, vanuit het Leonardo College natuurlijk ook naar de verbinding met het onderwijs. Hoe zit het daarmee? Nou, die zit natuurlijk heel goed, want wij gaan natuurlijk, de topsporthal is voor ons ook. Hè. Al is het, zag je ook nu weer dat mensen heel erg rare beelden hebben bij het woord topsporthal. Het gaat om een hele grote hal met een grote vloeroppervlakte waarbij ook topsport gedaan kan worden, maar ook over dag wij kunnen gymmen met Leonardo College en dat de brede sportverenigingen kunnen komen. Dus het moet juist een hal gaan worden die voor alle Leidenaars te doen is, maar ook voor ZZ om topwedstrijden te spelen. En er moet allemaal een beetje water bij de wijn doen. Maar daar ben ik natuurlijk wel geïnteresseerd in, want ik hoor al 10 jaar een nieuwe school en een nieuwe hal en dat vind ik wel heel erg lang duren ondertussen. Welke partij had nou het beste verhaal? Nou, ik ben eigenlijk van 3 partijen gecharmeerd die hier zaten. Dat is PvdA en D66 en GroenLinks. Dat komt ook omdat ik vind dat Yvonne van Delft, Aad van der Luijten en Martijn Otte ook heel veel samenwerken. Dus ze doen dingen samen, hebben hart voor de zaak, weten veel waar het over gaat, durven hun nek uit te steken. Dus ik heb voor alle 3 wel charmes. De VVD is wat korter door de bocht, vind ik. En de SP heb ik ook een zwak voor, omdat die gewoon wel duidelijke keuzes maken. En dat vind ik ook prima. Ik kan me voorstellen ik ben natuurlijk gedeeld voor topsport, dat zij er niet voor kiezen. Dat kan ik het volste begrip opbrengen. Maar ze kiezen wel voor de sport in zijn algemeenheid. En laten zich wel goed voorlichten en denken wel goed na. Dus ik vind wel dat deze mensen wel de laatste jaren de sport een heel goed in het, een beetje in de spotlights hebben neergezet. Er wordt anders over sport gepraat dan 5, 6 jaar. En dat hebben zij echt met elkaar gedaan. Paul, jij gaat Boudewijn zulke vragen stellen dat Boudewijn niet met ja, nee of weet niet zou antwoorden. Dat is niet zo. Voordat we zover gaan, hebben wij een applaus over een bronzen medaille gemaakt. Zeker! Boudewijn, wat hangt daar om jouw nek? Ja, bronzen medaille. Van? Van de Spelen. Met? Roeien. Want jij zat in de 108, hè? Yes, ja, ja. En net op het sportcongres hier ben jij door de wethouder ondervraagd en het publiek hing aan je lippen. Nou ja, volgens mij vonden ze het wel leuk, ja. Ja. Leuk om je verhaal zo een keer te kunnen vertellen? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk als je dit soort aandacht krijgt en ook voor de sport. Ja. Hoe ging die race ook weer precies? Hebben mensen het nu gezien hebben? Ja! Nou, we hadden heel veel getraind op de start. Die was eigenlijk best wel matig, helaas. Dus meestal worden de race op 2 kilometer opgedeeld in 4 kwartjes. Dus ja, we kwamen net al langs weg uit de start. Toen lagen we dus 5 op de 500 meter. Toen hadden we eigenlijk al wel door dat de Britten echt goed waren. Dus dat we die niet gingen pakken. Maar goed, daar denk je niet aan. Je bent alleen maar bezig met je taak. Dus je denkt aan het resultaat van ergens. Maar toen kwamen we wel een goed ritme. En onze stuur die kijkt dan voor ons. Hè? Want wij kijken allemaal naar achter en de stuur kijkt naar voor. Dus die zegt van oké, de Britten liggen op ongeveer 1,5 seconde. Maar we liggen 5e, maar we lopen nu in op het veld. Dit gaat goed. Maar dat ging dan door tot de 1000 meter. Toen lagen we 3e, 4e zoiets. En dan zegt de stuurman, oké jongens, we gaan nu de Duitsers pakken.
Ja, dan ben je 1000 meter lopen. Spreek ons altijd aan ook. Ja. Nee, en ja, dat loop je eigenlijk gestaag in 2000 meter. Dan begin je langzaam echt met z'n achteren een goed ritme te komen. Dat voel je ook. En dan komt er ook zo'n soort flying gevoel. En dan zit je in zo'n flow. En dan voel je ook dat je weer echt inloopt. En dat ging ook hartstikke goed. En uiteindelijk lagen ze op 900 meter lagen op tweede. En, maar ja, toen de laatste 100 meter hadden we zoveel geïnvesteerd om weer bij te komen. Terwijl er een paar halen die net niet meer goed waren. Ja, en dan zijn die Duitsers, dit zijn echt... Ze geven niet om. Ja. Ze voorschrift, gaat wel door. Dus ik kwam ze net, ja, echt in de laatste 10 seconden denk ik. We hadden ze nog net even langs. Ja, toen werd het derde. Dus toen waren we, aanvankelijk waren we heel erg chagrijnig dat we dan net zilver missen. Maar goed, we hebben een aantal ervaren rotten aan boord. Die heel snel zeiden, jongens, het is de eerste medaille voor Nederlands roeien voor zware mannen in 12 jaar. Dus er zijn jongens die waren, was het hun derde speler. Die zeiden, ja... Wees blij met wat je hebt, want ja, op je eerste spelen pak je medaille. Nou, sommige mensen dachten dus dat jij daarmee ging stoppen, maar dat is niet zo, hè? Nee, ik was niet voornemens om al een einde aan te brouwen, nee. Het is nog veel te leuk om echt nu al te zeggen dat ik ga stoppen, ja. Dus je gaat voor Tokio 4 jaar? Ja, dat is wel het plan, hè. Ik zei het net ook al, de roeicyclus is wel echt 4 jaar, dus als je dan doorgaat, dan moet je ook eigenlijk wel doorgaan voor het hoogste haalbare. En dat is natuurlijk toch het spelen, dus... Wordt wel even aanpoten, hè, met je studie erbij. Ja, zeker. Het wordt wel druk. Het zijn lange dagen met co-schappen. Maar zoals ik net ook al zei, hè, iedereen probeert hard mee te werken. Het LUMC werkt mee, topsportleider werkt mee, het bondscoach werkt mee. Dus ja. Wat vind je wel nou van zo'n sportcongres? Ja, ik vond het wel leuk. Ik wist van tevoren niet dat dit hier gaande was. En ik was uitgenodigd om inderdaad even kort een interview te geven. Dus ik had geen idee wat het was. Ik dacht eigenlijk dat het voor alleen maar radio of zoiets was. Maar toen zaten er ineens 100 man. Dus dat was wel even van, oh, maar goed. Volgens mij ging het wel aardig. En kwam ik aardig uit mijn woorden. Dus ja, was leuk. Nou man, het zit erop. Ja, nou ja, de borrel is nog bezig. De netwerkborrel. Dus het zit er bijna op, ja. Tevreden? Heel erg, ja. Goed, het gaat niet zo om of ik tevreden ben. Het gaat om of die sportbestuurders of die tevreden zijn vanavond. En de eerste geluiden zijn wel positief, ja. Tjeerd? Ja, ik ben ook hartstikke tevreden. Ik had een vrije rol. Meestal heb ik een workshop of twee workshops te doen of zo. Dit keer heb ik voor het eerst vrij kunnen rondlopen. Maar dat betekent dat ik veel mensen heb kunnen vragen wat ze ervan vonden. En nou, precies wat Rick zegt. Ik heb ook de indruk dat men het goed vond. En ja, wij lopen alweer met ideeën voor volgend jaar, hoor. Dus dat blijft gewoon zo. En dit is de vijfde keer. Gaat het dan toch wel wat makkelijker? Ja. Al blijft de zorg voor de details. En zeker Rick is er daar eentje van die daar werkelijk heel erg op let. En er zijn er meer, want we hebben natuurlijk een groepje van een man of 6 of zo. Maar de details, daar is altijd nog wel erg zorg voor. Dus het is geen routinematige situatie geworden. En jullie zitten hier als breed sportcoördinator, topsportcoördinator. Hoe belangrijk is zo'n sportcongres nou voor Leiden? Nou, je merkt dat besturen vernieuwen zich. Dus je hebt steeds nieuwe bestuurders waarvoor je dit soort dingen niet vaak genoeg kunt doen. Want ja, anders moeten ze het allemaal zelf gaan uitlopen vinden. En nu proberen we ze daar een beetje bij te helpen. En wat je steeds merkt is dat we na dit sportcongres toch veel vragen krijgen over... Goh, ik ben bij het sportcongres geweest. En daar heeft die meneer of die mevrouw heeft dat verteld. En dat heeft me aan het denken gezet. Kunnen we daar niet eens verder over doorpraten een keertje? En dat is de winst altijd van zo'n sportcongres. En vanuit de topsport gezien? Nou, er zijn heel veel mensen die willen dan contact met je. Omdat inderdaad er ook gesproken is over bepaalde onderwerpen waar topsport Leiden ook iets in kan betekenen. Nou, ik kan niet iedereen faciliteren, maar als het om topsportverenigingen gaat natuurlijk wel. Dat is niet zo'n probleem. Maar Rick en ik dekken eigenlijk op deze manier de hele stad. Dit congres levert voor ons altijd weer werk op. En dat is natuurlijk gewoon goed, want daar zijn we voor. Dat is nog één puntje wat eigenlijk, nou, misschien een beetje beloofd was, maar niet meer naar voren is gekomen. De verenigingsmonitor. Die hebben we niet meer behandeld, hè? Nou, die is niet echt voor het voetlicht geweest. En dat komt omdat wij aan onze sportwethouder gevraagd hebben om heel veel dingen te vertellen. Ja, en die heeft daar keuzes in gemaakt. En die verenigingsmonitor is daarbij een beetje naar de achtergrond geschoven. Maar gelukkig hebben we natuurlijk een papieren versie van 3 kantjes waarin de highlights uit dat onderzoek tevoorschijn komen. En wat vanaf morgen op Sportstad Leiden staat. 4 kantjes, Rick. Ja, de achterkant tel ik niet helemaal mee. Nee, sorry. Maar even een paar opvallende dingen eruit. Ik zag bijvoorbeeld, ze konden van alles invullen. Ik vond het toch opvallend dat 0% van alle
vereniging die het heeft ingevuld gebruik maakt van de wijkinitiatieven. Ja, dus dat kan twee dingen betekenen. Of dat we niet goed genoeg geroepen hebben wat het Fonds Wijkinitiatieven inhoudt. Of de verenigingen zien er niet zo heel veel aanleiding toe. Maar ik geloof meer in het eerste. Ik denk dat als we die verenigingen nog duidelijker uit kunnen leggen van met het Fonds Wijkinitiatieven kun je geld gebruiken om iets voor je wijk te betekenen. Nou, dan is dat dan moeten we dat nog beter uitleggen. Had jij nog een opvallend puntje? Nee, ik vond het eigenlijk wel hele interessante gegevens. En het is nog maar een gedeelte van wat er allemaal beschikbaar is gekomen uit de monitor. Dus dat gaan wij de komende tijd goed bekijken. En het leuke is dat eigenlijk als mensen het gaan bestuderen, dan zien dat de workshops die hier vandaag waren, dat die eigenlijk gewoon direct daaruit komen uit de meest opvallende resultaten. Ja, dat roepen we ook steeds. Hè? Vul die monitor nou goed in, want dan hebben wij genoeg input om te zorgen dat het een interessant sportcongres wordt. En volgens mij is dat dit jaar weer gelukt. Wat kunnen we volgend jaar verwachten? Ik heb net geroepen, er moeten misschien wat meer nieuwe elementen bij. We hebben nu 5 jaar ongeveer hetzelfde format gebruikt. Dus ik zal in de groep gaan gooien dat we misschien nieuwe leuke dingetjes gaan bedenken. Wat, weet ik nog niet precies, maar er moet wat meer dynamiek in komen nog, denk ik.